Sinterklaas, jouw feest komt snel dichterbij. Wat doe jij in de dag? Wel, mijn beste vriend. Vanuit de hemel bekijk ik veel dingen. Ik kijk of alle kinderen braaf zijn. Of ze goeiedag en dankje zeggen. En of ze hun soep opeten. Wel, wat zie ik hier? Oh, dat is een windmolen. Nu zie ik de kinderen niet meer. Ik let er enkel op om me geen pijn te doen. Ik doorloop de catalogus met speelgoed om te zien wat de kinderen besteld hebben. Dan maak ik het speelgoed en test er de kwaliteit van. Uiteindelijk kijk ik welk gevoel het geeft als je wint. En als de hemel rood wordt, dan pak ik speculoos. Maar dat weet je waarschijnlijk al. Maar Sinterklaas, elk jaar word je ouder. Hoe doe je dat? Wat is jouw geheim? Er is magie. Wel, dat had ik daar straks beter gedaan. Maar deze magie maakt me erg moe. Dus in mijn vrije tijd sta ik vroeg op. Ik ga naar mijn ezels om samen met hen te ontbijten. Oh, ze hebben niet veel honger vandaag. Ik ga naar de kerstman om met hem een reeks stretchoefeningen uit te voeren. Samen geven we elkaar moed. We maken plezier en we trainen ons. We maken veel lol. Luister, ik kan niet geloven dat jij dat allemaal doet. Is het echt belangrijk voor jou om zo hard te trainen? Maar natuurlijk. Bekijk eens de moeilijke situaties die ik moet beleven. Kijk, ik heb mijn mijter vergeten. En de weg is soms gevaarlijk. En dat alles om iets in je schoen te leggen. En de nacht van 5 op 6 december komt eraan. En het is tijd om Zwarte Piet te gaan halen.
We zullen dan samen op ronde gaan. En in alle huizen met brave kinderen komen. Ik kom dan het huis binnen, heel stilletjes. Ik hou ervan om te genieten van de warme sfeer die er is, van de rust en zelfs van de stilte. Ik zet me neer en ik lees de geschreven brieven van de kinderen. Dan neem ik het speelgoed en het snoepgoed. En ik vul de borden ermee. Wauw! Zeg maar, Sinterklaas. Sst, mijn beste vriend. Ik heb je al veel geheime dingen verteld. Het is nu tijd om te gaan slapen. Wees braaf.